Michiel IJsbouts. Zet ik hem even op. U zet hem even op. Wat zet u op? Dit is het ceremoniële hoofddeksel wat mannelijke leden van de Rokerskerk aangeraden wordt te dragen. U bent zeker als ze in functie zijn. Ik ben nu in functie. U bent asbisschop van de Rokerskerk. Ja, de officiële titel is rooksteker van de enige en universele Rokerskerk van God. Doe maar. Dat is mijn titel. Maar ik word ook als bisschop genoemd of pastoor. Er zijn allemaal namen voor. De gelovigen komen daar zelf mee. Ik zei er straks al even, er is een aantal cafés dat heeft zichzelf omgedoopt tot Rokerskerk. Om op grond van de vrijheid van godsdienst te ontkomen aan boetes zoals die vandaag zijn uitgedeeld. De eerste boetes zijn uitgedeeld, €300, omdat er in een café toch gerookt werd. Ja, cafés dopen zich niet om tot Rokerskerk. Cafés kunnen een certificaat krijgen onder strikte voorwaarden van de Rokerskerk. Waarmee ze aangeven dat mensen op religieuze basis daar mogen roken. Dus een kroeg wordt geen rokerskerk, ontkomt dus ook niet aan horecavergunning, dat moet allemaal in orde zijn. Maar met zo'n certificaat, zoals Co hier heeft, geeft hij aan dat mensen die op religieuze basis willen roken, daar van harte welkom zijn. U verwijst naar Co, dat is Co. Cobus? Ja, en dat is een van de eigenaren van zo'n café. Dat is zo'n café, ja. Dat een rokerskerk is geworden. Ja. Ja. Ah ja, ik ben lid van de rokerskerk ook. En dan sta ik te roken natuurlijk, en dat zien mensen. En natuurlijk zeggen, waarom rook jij? Nou, ik zeg, ik ben lid van de rokerskerk. En dan heb ik de hele situatie uitgelegd. Ik heb er heel lang over nagedacht om lid te worden van de Rokerskerk. Om het over te geven aan het rokersgeloof. En dat heb ik zelfs een beetje uitgelegd. En toen op een gegeven moment werd het zo rumoerig om me heen. En mensen allemaal vragen hoe dat in elkaar zit. Ja, ik zeg, dan zou ik een keer de bisschop moeten vragen. Wie dat een beter, die een beter uitlegt als ik. En u gelooft in het communiceren met God, met de rokersgod. Ja, en welke God is dat als ik vragen mag? Zet u? Welke God is dat? Dat is de rokersgod. Is dat? Dat is de rokersgod. Daar kom, ja. Ja. Ik heb namelijk een café en ik ben altijd gewend om te roken. En nou wordt het mij het roken verboden. En nou ben ik helemaal van slag af. En toen maar ben je ik leeft daar... wel langer. Zegt u? Je leeft wel langer als je niet rookt. Maar minder. Maar kijk, je hebt verschil tussen leven en leven. Het is zelf, de mens maakt zelf uit hoe die leeft. Wat die doet. En ik rook. Daar voel ik me prettig bij. De ander drinkt misschien. Die vindt niet uitdrukkelijk bij. De derde sport. Iedereen leeft gewoon als je zelf wil. Daar voel je je lekker bij. En ik voel me lekker bij een sigaret. Ja. En het wordt op deze manier wordt het in Nederland wordt het verboden om te roken op je werkplek. Voor mijn beeld nog eventjes. U heeft een soort god verzonnen waardoor u zegt, nou zijn we een kerk. Ik heb geen god verzonnen. De god bestaat in Amsterdam. In de Rokerskerk. Daar is dat terechtgekomen. Dat heb ik gezien. Dat heb ik gelezen. Daar heb ik over nagedacht. Dus een god die bestaat in Amsterdam. Dat is wel alleen in Amsterdam nee, bestaat. Nee, niet in Amsterdam. De Rokerskerk, sorry, maar de Rokerskerk bestaat in Amsterdam. Maar ik kan er wel enig licht in deze duisternis schijnen. Wat geestelijk licht. God bestaat. Wij hebben onze eigen god. Ik geloof dat jullie ook mannen van God zijn. Dat is niet onze God. Wij hebben onze God die zit in de hemel. De Rokerskerk is ontstaan in Amsterdam. Maar God is natuurlijk eigenlijk overal. Maar waar hij resideert is up there, boven in de hemel. En daarom stijgt rook ook op. Okay. Het gaat naar God toe. Dat heeft en daarom komt te maken. Regen naar beneden. Dat komt van God af. Dat klopt wat hij zegt. God is overal. Ja, prijs de Heer. Want ik zat vroeger, zat ik een keer op het toilet. Mijn vader deed die toilet open. En zei, oh God, zit jij hier? Nou ja. Dus, dat lijkt me weer wat anders. Die zit overal. Ja. Nog even voor de wettelijke situatie. Welke wet heeft u precies... Of, welke wet... Sorry. Ja. Was even de grap. Ja, ze mag altijd. Het geloof kan ook een vrolijke zaak zijn. Daarom, ja. Dat is geen probleem. Nog even één vraag technisch aan. Welke wet heeft u overtreden doordat u die boete van die €300 kreeg? Want u heeft die boete gekregen als café-eigenaar. Ja, maar ik heb, naar mijn idee heb ik de wet niet overtreden. Nee, maar, wat is de aanklacht tegen u? Nou, dat er gerookt wordt. In uw café? In de café, ja. Maar die mensen die er allemaal zitten, die hebben allemaal een rokerspas. Ja. En gaat u die boete betalen? Nou, dat gaan we nog even verder overwegen gewoon. Maar ik zou dat gewoon betalen, want ik wil er een rechtszaak dan van laten komen, namelijk. Maar dan moet u niet betalen als u een rechtszaak wil, volgens mij. Als u nou, betaalt, volgens mij moet je juist wel betalen, anders dan heb je niks... Je moet dus altijd ergens, als ik het betaal, en dan kun je een rechtszaak aanspannen. Je moet eerst de bekeuring betalen. U gaat eerst betalen en dan gaat u een zaak aanspannen? Ja. Oké. Ja. Is dit allemaal een grote grap, meneer Busch? Nee, dat is geen grap, nee. Inderdaad. En dat van die kerk ook, u meent het allemaal heel serieus? Ja, ik vind het een beetje raar dat jullie er vrij badinerend over doen. U verzint een god. Kijk, elke god komt ergens vandaan. Maar wanneer is de Rokerskerk gesticht? In 2001, september 2001 ben ik ermee begonnen. En toen ben ik gaan preken. Mogen mensen van de Rokerskerk op zondagmorgen voor 10 uur geen varkensvlees eten? Ja, dat heeft God ook bedacht. Dat stellen wij niet in kwestie verder. Dat is een regel van de Rokerskerk, zoals er wel meer regels zijn. We hebben spijswetten, we hebben wetten over kleding, we hebben wetten over seksualiteit ook. Maar waar komen die wetten vandaan? Wie heeft die geopenbaard aan u? God openbaart die. Hoe? Ja, via... Hoe gaat het? Dat gaat via visioenen. Fantasie. God
Nou, ik moet hier toch ernstig tegen protesteren, Katrien. Ik bedoel, veel religieuze profeten, laten we zeggen, zijn verketterd en zijn voor gek uitgemaakt in de geschiedenis. En je ziet dat het geloof toch altijd weer boven komt. En ik merk nu ook een beetje dat hier een soort stemming van ha-ha-ha ontstaat, die niet nodig is, want wij nemen ons geloof heel serieus. Ik heb bijna 3000 leden. Ik krijg dagelijks mailtjes van mensen die echt het geloof hebben gevonden en zeggen, eindelijk, ik heb het nu. Ik krijg mailtjes van mensen, ik krijg ook veel haatmailtjes, voornamelijk uit bepaalde streken van dit land. Het staat helemaal los van het rookverbod, zegt u. Dit staat los van het rookverbod. Heeft er niets mee te maken. Wij kennen alleen het rookgebod. Wij moeten roken van God, doen we dat niet. Kunnen we God niet aanbidden, dan wordt hij kwaad. Hoe weet u dat u van God moet roken? Hoe weet u dat? Dat heeft God tot ons, dat heeft hij geopenbaard. En wanneer? Dat was rond 2001, toen ik het geloof stichtte. U heeft het gesticht, ho. Ik heb het geloof gesticht. Okay. Ja. Het is mijn, dat wisten jullie niet. Nee. Het is mijn geloof. Ik ben ermee begonnen. Ik ben de rooksteker, de oprichter der Rokerskerk, met inmiddels bijna 3000 volgelingen en 6 gecertificeerde cafés in Nederland. Ja, en u preekt ook, hè? Ik preek. U zei het aan preken. Preek veel. U heeft het over een soort heilige drie-eenheid, rook, vuur en as. Ja, met hoofdletters geschreven. Dus dat is wel een beetje gejat van het christendom, toch? Wij jatten niks. Ja, dan kun je ook zeggen dat God gejat is van het christendom. Nou, misschien ook wel. Of de rook. Nee, dat is allemaal geen diefstal. Dat is allemaal onafhankelijk daarvan tot ons gekomen. Ja, ik kan er weinig aan doen dat we toevallig ook een heilige drie-eenheid hebben. Je kan ook zeggen van rook in de katholieke kerk wordt met wierook gesold. Dat is ook van ons gejat. Nou, dat hebben ze niet van ons gejat. Toevallig waren zij er eerder mee. Ja, zij waren al een tijdje bezig. Ja. 2000 jaar zo ongeveer. Kunt u zich voorstellen dat christenen het vervelend vinden soms als ze op die manier over God praat? Ja, kijk, dat is het verschil. Ik krijg dus veel haatmail uit christelijke hoek. Overigens opmerkelijk vaak zeer slecht gespeeld. Ik weet niet goed waarom. Zij zeggen dat wij God bespotten of beledigen. Dat is niet waar. Tenminste, wij bespotten niet onze God. Wij hebben onze eigen God, die bespotten we niet. En dat andere goden, ja, daar soms wat magertjes vanaf komen binnen onze kerk, kunnen wij niks aan doen. Bert, jij bent christen. Gaat het jeuken op jou als je dit hoort of denk je van ach? Ja, ik heb respect voor alle medemensen op deze wereld. Het is een keus van hem en veel plezier ermee. Ik kan het bijna geen keus meer noemen. Nou, mag ik er nog één ding over zeggen? Ja? Ik heb een vriendinnetje, die is niet al te lang geleden overleden aan longkanker. En zij was een zware rookster en ze dacht dat de longkanker wel aan haar voorbij zou gaan. Nou, als je dat hebt meegemaakt, dan ga je echt kotsen als je dit verhaal hoort. Sorry hoor. Maar jij kotst niet. Dus... Mijn vader die is 75 geworden. Altijd gerookt. Altijd gerookt. Altijd gerookt. Hoor je heel vaak. En die is gestorven aan longkanker. En die zei in de laatste periode van zijn leven, zei hij tegen mij, als ik geweten had dat het stoppen met roken zo makkelijk was, was ik wel veel eerder gestopt. Maar hij was wel te laat. Ja, kijk, je kan kiezen voor een lang leven zonder God. Dan moet je misschien van de rookartikelen afblijven. Je kan ook kiezen voor een rijk geestelijk leven met God. En dan zou ik zeggen, met God, ook een voetballer. En dan zou ik zeggen, ga vooral roken en kom bij de kerk. En rook met een hoofdletter R en zie hoe lekker het kan zijn. Goed. Doordat u dit op heeft, hè? Ja. Denkt u niet dat u daardoor een beeld creëert bij de kijker dat het een soort carnavaleske grap is waar u vanavond... Nee, we hebben veel vrolijkheid in het geloof. De narrenkap symboliseert dat. En de heilige Hofnar is een van de grootste verspreiders van het geloof. Die voert kruistochten aan. En om hem te eren, daar bij deze narrenkap op. Niet allemaal, Ko loopt zonder. Waardoor we zijn prachtige haardos kunnen zien. Ja. U bent ook niet geïnteresseerd in het rookverbod? Nee, wij kennen geen rookverbod. Wij kennen alleen het rookgebod. Ik hoorde begin dit jaar van dat er een rookverbod aan zou komen. Wat is nou voor flauw rook? Als je altijd het term rookgebod alleen maar kent, dan is rookverbod opeens een heel raar woord. Zoals pizza en pasta. Klinkt een beetje hetzelfde, dat is heel wat anders. Ja. Meneer Cohen, hoe luistert u naar dit gesprek? Er zijn echt van die momenten dat je denkt, de scheiding tussen kerk en staat, die komt uitstekend uit. Ja. Goed.